Ja, Wim, een bijzonder jaar voor je 2013, want je zit alweer 30 jaar in het vak als tennisleraar. Hoe ga je het vieren? Ja, klopt. In 1983 begonnen en nu 30 jaar bezig. Nou, ik heb 5 jaar terug, zat ik 25 jaar in het vak. Hebben we echt, echt heel goed uitgepakt, samen met Tennisclub Heldendoorn, waar ik ook 25 jaar clubtrainer ben. Ja, nu dan 30 jaar. Ja, we gaan het niet echt vieren. Ik heb al wat acties naar de mensen toe voor de leerlingen. Iets met een bespanning, met een racketje, dat ze wat korting krijgen. Maar niet echt grote toernooi wat ik in 5 jaar terug wel gedaan heb. Ja, tennisleraar zijn, dat is een vak apart. Van jongs af aan, even terug in de geschiedenisboeken. Want van jongs af aan was dat al hetgeen wat je wilde worden? Nou, het is een beetje gegroeid. Altijd gevoetbald, Friese Veen, DOS 37. En als ik naar de voetbal ging, dan reed ik altijd, fietste ik altijd langs de tennisbaan. Ja, een keer naar binnen gestapt en toenmalige trainer Henk Scharphoff, die zei: kom eens binnen, sla eens een balletje mee. En zo is het een beetje gegroeid. Dus met 13 jaar begonnen met tennis. Ja, en toen nog niet echt het idee om tennisleraar te worden. Dat is 5-6 jaar later is dat een beetje erbij gekomen doordat hij mij vroeg om hem een keer te helpen. En toen vond ik het vak zo leuk en opleiding gevolgd. En zo is het eigenlijk begonnen. Ontzettend veel meegemaakt. Hellendoorn ook al 30 jaar meegemaakt. Dat is echt thuiskomen, hè, bij Hellendoorn? Ja, echt clubtrainer van de tennisclub Hellendoorn. Henk Scharphoff, mijn trainer, was ook echt een man binnen de club. Ja, die iedereen kende, alle commissies, alle mensen binnen de vereniging, waar had hij een goede band mee. En ik ben ook van mening dat een clubtrainer voor elke club een must is. Je ziet tegenwoordig heel grote tennisscholen en detacheringsscholen die leerling of leraar ergens naartoe zetten. Blijft er 1-2 jaar, die bouwen niet echt wat op. Ik ben van mening dat de clubtrainer gewoon bij elke tennisclub hoort. En je ziet dat ook dat het nu weer terugkomt. Dat veel verenigingen weer terug gaan vallen op een persoon uit de eigen vereniging die de opleiding gedaan heeft en die echt feeling heeft met de club. Is er veel veranderd in die 30 jaar op tennisgebied? Ja, er is heel veel veranderd. Mensen zijn veel fitter. Ja, als je kijkt naar 30 jaar terug, als je toen een wedstrijd ziet en kijk nu naar een wedstrijd op televisie, dan kijk hoe fit die mensen zijn. En niet alleen conditioneel, maar ook materiaal. Ja, als je kijkt wat voor rekken ze toen mee speelden en nu. Er zit zoveel power meer in het spel en er is echt ontzettend veel veranderd. Hoogtepunten, die heb je veel. Maar noem er eens een paar. Nou, natuurlijk allereerst mijn diploma wat ik in 83 gehaald heb. 25 jaar bij Hellendoorn, wat gigantisch uitgepakt. Ontzettend leuk feest gehad, 160 tennissers die meegedaan hebben. Allemaal oud-leerlingen, vereniging die helemaal achter stond. Dat was echt een hoogtepunt. Tennisreizen naar Tunesië, Turkije georganiseerd. In 5 jaar terug, toen ik 25 jaar trainer was, genomineerd voor tennis trainer van het jaar. Samen met 2 andere jongens. Helaas niet nummer 1 geworden, maar wel bij de beste 3 en als 2e geëindigd. Dat waren wel echt hoogtepunten voor mij. Kent een succesvolle trainer Wim Goos ook dieptepunten? Nou, dat vroeg je. Nee, echt dieptepunten als ik dan over terugdenk over die 30 jaar. Niet echt dieptepunten gehad wat tennis betreft. Nee. Beschrijf jezelf eens. Wie is Wim Goos als tennisleraar? Ja, tennis, moeilijk, maar ik sta graag op de baan. Ik organiseer graag de toernooitjes. De combinatie van het lesgeven en het organiseren van toernooitjes voor jeugd, voor volwassenen. Ja, Pierre, echt die combinatie, daar sta ik gewoon 100% achter. Ik vind het super leuk te doen. Als ik alles over moet zou doen, dan zou ik op dezelfde manier gaan doen. Gewoon geweldig leuk werk. Volgende week donderdag even een sprongetje maken naar Hellendoorn, want dan is er een open dag. De 2e editie alweer. Wat kan men verwachten die donderdag? Nou, de open dag is een initiatief van de KNLTB. Er zijn honderden verenigingen in heel Nederland die meewerken aan de open dag. En Tennisclub Hellendoorn heeft voor de 2e keer de open dag. Die is op donderdag 28 maart. Vanaf 6:30 tot 7:30 is alle jeugd welkom, tot 17 jaar. En vanaf 7:30 tot 9:30 is voor de volwassenen 65-plussers. Nou, de mensen die komen die krijgen een gratis tennisles.
kunnen ze een keer kennis maken met tennis. Een racket wordt door ons ter beschikking gesteld. Nou, en dan geven ze hun les samen met een aantal collega's van mij. Ja, ik kreeg een informatie van de voorzitter hoe het ruilt en zelt bij de tennisclub. Dus echt een aanrader voor, ja, voor elke beginnende tennisser. Toekomstplannen heb je, neem ik aan, ook. Heb je daar al over nagedacht? Want 30 jaar in het vak, ga je terugkijken in de tijd, maar ga je ook vooruitkijken. Wat voor toekomstplannen heb je nog? Nou, ik heb net van de week een cursus gevolgd, Tennis Kids. Het hele tennisgebeuren voor de jeugd wordt helemaal anders aangepakt. Nou, het lijkt me ontzettend leuk om dat echt uit te pakken, ook binnen de club Tennis op Hellendoorn. Ja, dus echt een hele nieuwe opzet met allemaal stickertjes en allemaal wat een beetje slaat op de jeugd. Om die nog meer te binden binnen de vereniging. En verder, ja, gewoon bij Health City lekker doorgaan. Gewoon die toernooien wat ik doe. Ik zei net al, het doet met ontzettend veel plezier. En als ik het over zou doen, dan zal ik helemaal zo weer gaan doen. Heb je nog een verlanglijstje dat je zegt van dan wil ik in mijn leven toch nog graag als tennisleraar mee gaan maken of in die tenniswereld? Ja, ik zou nog graag een keer een aantal Grand Slam toernooien willen bezoeken. Ik heb in Wimbledon geweest, Parijs lijkt me super mooi. Dus dat lijkt me echt de top. En dan een Grand Slam. Dat lijkt me leuk om dat nog een keer alleen of met een groep dat te bezoeken. Dankjewel voor je tijd. Geniet vooral van dit jaar. En ik weet zeker dat er nog wel een klein feestje gaat komen. Er wordt veel aandacht aan geschonken. Want 30 jaar in het vak is iets bijzonders. Ja, klopt. Ik sprak van de week iemand op die cursus. Er zat iemand 34 jaar in het vak. Iemand uit Brabant. Maar ik zelf nu 30 jaar en dan ook nog bij dezelfde vereniging. Nou, is echt wel, ik denk wel heel uniek in Nederland.